iedereen komt vrijwilligers tekort, dus wij ook. Dus als er iemand zijn eigen arm wil melden, kom maar gauw. Wij hebben u nodig. Want die mensen zitten hier geen van allen niet voor zweetvoeten, hè. Die zitten hier allemaal voor iets wat ze dus niet meer hebben. En als je dat een beetje aan kan vullen, nou, dan vind ik dat prima. Twee keer in de week, dan woensdags en zaterdags, dan serveer ik en dan dek ik de tafel met nog een vrijwilliger. Dus ik hoef het nooit alleen te doen. En ik kom elke dag bijna bij bepaalde mensen koffie drinken. Dus ik ben eigenlijk meer voor de gezelligheid als voor het werk. Maar ik zou het iedereen aanraden, want het is wel zo dankbaar. En ze kan er nu allemaal. En ja, ze roepen al van ver. Als je in de rijden loopt, hey, daar ben je weer Toos. Ja, het is gewoon ook een voldaan gevoel dat ik in ieder geval wat heb kunnen bijdragen aan de gezelligheid voor hier, voor die mensen. Maar de vrijwilligers, die kunnen nog alles een keer een potje bij moeten zetten, hoor. Ja. Dus als ze die hier niet hadden, dat was zwaar een dode boel, denk ik. Ik heb hier 10 jaar gewerkt en toen heb ik altijd gezegd, als ik met pensioen ga, dan ga ik de dingen doen, net die extra dingetjes, zeg maar. Hè. Dus ik zeg altijd van Sinterklaas tot vuilnisman, net die extra dingetjes. En dat is het leuke. Die lach van die mensen. Hè, goed gedaan, of dat is weer mooi gedaan, of leuk dat, als je ziet hoe die mensen in de zomer hier genieten van die dieren. Dit beweegt altijd. Hier zit ook een generatie die zelf altijd nog een knijntje of een kipje of een vogeltje hebben gehad. En dan komt de oude vertrouwde weer terug hier. Wat hier dikwijls voor die kooi zit, ja, dan denk je, ja, daar doe je het voor.